Hoi mensen, dit is deel 3, maar onze slijm is gelukt. Nee, Alicia! Alicia, wat is het? Sorry. Nee, sorry, je hebt dat helemaal over mijn broek gedaan. Ja, nu is die ook al verpest, dus ik kan het hier niet meer aandoen. Sorry mensen. Oké. Drama. Omdat mijn zus is geprost op mijn broek, dus ik kan deze broek nooit meer aandoen. Want ze gaan spelen. Nooit meer. Maar dit is een slijm geworden. Ik kan nog een heel klein beetje lenzenbroekjes van mijn handen doen. Want anders. Ja, dat is ook. Zo, schrijven. Het is echt heel goed gelukt, vind ik. Het was een beetje drama met, dat is tussen het derde deel. Dat, ja, je kunt al mijn uitleg en zo wel in het tweede deel en het eerste deel zien. Hoe ik het allemaal maakte, want is al klaar. Ik heb hier misschien nog een vierde deel van. Misschien valt het van het weer al uit. Ik denk het niet. Maar ik ga nog het laatste sterretje doen en dan wil ik nog een keer. Dit zijn de laatste sterren. Ze zijn al op. Oké. We gaan hier een nieuwe sterren. Zo. En. Nee, alles in doen. En. Ik vind het lekker. Het is niet zo heel. Speciaal, want het is mijn, ah ja, het is wel natuurlijk speciaal, hè, maar het is mijn eerste, dus het is specialer dan mijn andere. Maar ik heb er maar eentje. Een één video die heel goed is geweest. De eerste video was mijn allereerste video, was ook met slijm, hele slijm, dat ik een squish had geopend, maar ik dacht dat ik dat te filmen, maar dat was helemaal niet waar. En dus. De tweede slijm video was ook al mislukt omdat ik zat te filmen. En het derde video het is wel een heel klein beetje mislukt, want het eerste, tweede en derde deel was. En, maar het slijm is wel gelukt. En daar ben ik heel trots om. Mijn allereerste slijm is goed, is gelukt, jongens! Ja, die andere slijm was ook wel heel goed gelukt, maar ik vind deze pas wel. Mooi, want dit is een kerstmisslijn. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. En we hebben op school er wat kerstmarkt. Sommigen weten dat, want sommige van mijn school die volgen mij ook op YouTube. En dan hebben we een liedje gezongen. Kerstmislied van 2009, denk ik toch. Ja, als ik een keertje laten zien van boven hoe het is. Ik ga er ook met mijn vingers in drukken. Als ik dat doe, want eerst niet al de klein effect uit mijn handen. Want anders kan ik de camera natuurlijk niet vasthouden. En ja. Hopelijk zie ik jullie in een volgende video als jullie niet meer staat. En tot de volgende video!